Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje zenuwachtig, want ik sta hier naast Madonna. Ja, Peter, geniet er maar van, hè. Ja. Ongelooflijk. Jij gaat, ik denk, Material Girl doen. Ja, ja, vandaar die chique outfit. Het is allemaal er een beetje over, hè. Glitter en glamour. Maar ik vind dat eigenlijk wel tof, hoor. Ja. Zeg maar, in de videoclip gooit Madonna ook met geld. Ga je dat ook doen? Dat is allemaal voorzien, hè, Peter. Moet je eens kijken. Kijk. Maar tegen niemand verder vertellen. Zeg, en Madonna wordt ook in de videoclip omringd door heel wat knappe mannen en zo. Ja, ja. Hoe ga je dat oplossen? Wel, er zijn dansers voorzien. Ik heb er maar liefst 4 gekregen van de choreograaf. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat wel tof. Maar het is ook zo, dat maakt de act af. Want mijn pasjes zijn zeer bescheiden, maar door die 4 mannen daar rond, ja, dat geeft het meteen zo een extra toets die het wel beter maakt. Hè. En was dat leuk, zo oefenen met 4 knappe mannen naast jou? Ja, dat was heel tof, want ik ga nu al verklappen, er zitten 2 liften in mijn act. Dus dat ze mij optillen. En ik dacht eerst van, oh nee, dat gaat nooit lukken. Maar dat gaat eigenlijk vrij goed. En ja, dat is wel fijn. Gaat er niemand jaloers zijn, Maite? Ah, ik denk dat er wel iemand jaloers gaat zijn. Mijn man loopt hier rond, hè. Karel, mijn nieuwe man. Ja. Karel loopt hier ook rond. En we waren al aan het zeggen, wij zijn nu toch wel een schoon koppel, hè, van een stijlbreuk. Goedenavond. Gesproken. Goedenavond. Peter. Wie ben jij, Karel, vanavond? Ik heb een inspiratie gehaald uit de skireis van februari jongstleden. Ah, waar wij samen waren? Absoluut. Ja. Op een gegeven moment zaten we in de berghut op 2000 meter hoogte met 300 mensen die aan het eten waren. En door een grappig technisch defect klonk het alarm van Anton aus Tirol door de berghut. En iedereen schrok zich een hartinfarct. En op dat moment dachten we, hé... Hey, dat is het. Dat werkt. Laat ons dat eens op de foute party doen. En dus zodoende sta ik hier in ledenhozen. Dat is mooi. Ik heb echt ook... Ga je dat doen ook? Een beetje toch, ja. Een beetje. Madonna in een avond Duitser, het is toch erg, hè? Ja, moet kunnen, denk ik. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. Op de foute party kan alles.